Het academische jaar begint officieel op 6 september, maar deze maandag leerden de studenten elkaar al beter kennen op de infomarkt van de Radboud Universiteit. Daar presenteren alle sport-, studie- en studentenverenigingen zich aan de eerstejaars. Het is niet alleen fijn dat ze elkaar nu weer in het echt kunnen ontmoeten, maar ook belangrijk. Ja, superbelangrijk, want in de introductie maak je vrienden voor de rest van je studie. En als je dat niet fysiek doet, als je dat alleen maar online doet, dan kun je die connectie toch echt minder goed leggen. Dan krijg je meer eenzaamheid onder studenten. En ik denk dat dat echt wel super erg helpt dus ermee om fysiek af te spreken. Wilde plannen. Ja, alles wat niet online is, vind ik al wild. Dus heel veel spelletjes doen en lekker in het park gaan zitten met z'n allen. Dat zijn de plannen tot nu toe, ja. Ik heb anderhalf jaar eigenlijk geen echte les gehad. Alles online moeten doen. Dus wel echt heel blij dat we weer wat kunnen gaan doen en mensen kunnen ontmoeten. Dat is wel echt heel fijn. En wat vinden de nieuwe studenten van Nijmegen? It's amazing. It's unlike any city in Ireland. It's like a big town, but it's the architecture and the transport, the bikes. I think it's amazing to see. I love it. It's a very nice city, yeah. Very safe and there's lots to do. And there's loads of like people on the same boat as me. So there's also people going through the same things that I'm going through. Uiteraard serieus studeren, maar ook genieten van de mensen en de indrukken die hier zijn. Want het is heel anders dan bij mij thuis. Het is veel groter allemaal en ook heel veel internationale contacten. Mart van Doorn is behalve introductiemedewerker ook lid van krachtsportvereniging Profectus. Ja, we hebben deze bar hier neergelegd zodat mensen die langs kunnen lopen kunnen deadliften. Dus ik wil er best eentje voor doen.